De Surinaamse Chef Associatie is vandaag na bijna 2 jaren weer begonnen met haar fundraisingsactiviteiten. Vanwege de COVID-19-pandemie had deze activiteit een ander karakter dan voorheen. Klanten van de Suriname Chef Associatie konden vooraf hun bestellingen plaatsen en deze dan ophalen op 3 verschillende adressen. Namelijk bij Residence Inn, Mokisa en bij Pasta To Go. Waarnemend voorzitter van de associatie, Rosita Lieflang, zegt dat het eten vandaag op een eerder tijdstip is gekookt naar de standaarden van de associatie. Zowel de leden van de associatie als de klanten hebben lang uitgekeken naar de herstart van de activiteiten. Ja, we zijn heel blij met onze klanten, met onze gasten. Ze vragen altijd naar ons lekker eten. En we hebben toch wel aardig wat bestellingen binnen gehad vandaag. Vandaag hadden we echt Surinaams eten, pom en pastei. En we hadden bruine bonen en we hadden ook nog nasi. En onze pastry chef heeft een kukudosu gemaakt met lekkere koek. En ik moet dit toch wel zeggen, want mensen denken dat we zijn de chefs, dat we alleen cuisine koken. Dus alleen 5 sterren gangen menu en zo. Maar onze chefs zijn ergens begonnen. Iedereen is ergens in een keuken begonnen. Dus we maken ook gewoon Surinaams eten, typisch Surinaams eten. En het is natuurlijk ook wel zo dat, ook al maken we cuisine, we gebruiken alleen Surinaamse ingrediënten daarvoor. Surinaamse producten, Surinaamse groenten, fruit, alleen Surinaamse dingen. Want dat is de opdracht aan de chefs ook. Wat we vroeger deden was een hele opopus. En net kwam er een mevrouw en die zei van, oh, ik had verwacht dat ik buiten lekker zelf kon kiezen en dat soort dingen en zo. Maar, want dat deden we. We zetten een tent op en dan was er een DJ en dan waren onze chefs aanwezig. Onze bartenders waren aanwezig, ze mixten cocktails. Mensen kunnen praatjes maken, vragen stellen. Maar het verschil is nu dat vanwege COVID moesten we het natuurlijk aanpassen. Hebben we gewoon vooraf gekookt. Wel volgens dezelfde standaarden, vooraf gekookt, het verpakt al. Dus het enige wat de mensen mochten doen is ophalen. De Suriname Chefs Associatie wil nu tenminste 2 keren per maand dergelijke fundraising activiteiten organiseren. Lieflang zegt dat wanneer de COVID-19 situatie het toelaat, de associatie de activiteiten wil organiseren naar het beeld van 2019 en daarvoor. Het geld van deze activiteiten zal gebruikt worden ter versterking van de associatie zelf. Het geld van de chefsassociatie wordt voor 2 doelen gebruikt. We investeren het weer in de chefs met trainingen, want er moet van alles gekocht worden om de chefs te kunnen trainen. En de training van de chefs is zowel theorie als praktijk. Dus daar stoppen we het geld in. Maar we sparen ook, omdat we als chefsassociatie Suriname vertegenwoordigen in het buitenland. We hebben tot en met 2019 Suriname elk jaar vertegenwoordigd in Miami, bij de Taste of the Caribbean. Maar in 2019 zijn we ook geweest naar Antigua, waar we ook Suriname moesten vertegenwoordigen, Antigua en Barbuda. En naar Brussel, dat was wel een beurs waar we Surinaams eten moesten verkopen. We krijgen vaker uitnodigingen, of we kregen vaker uitnodigingen. En dan zijn er kosten die we zelf moeten betalen. En daar gaat het geld dus naartoe. We sparen ook gewoon. En onze kas is leeg. Ha! Dus als er donateurs zijn die luisteren en die graag willen doneren, dat mag altijd. Maar op deze manier zorgen we ervoor, zelfredzaamheid, dat we zelf ons geld bij elkaar sparen. Rosita Lieflang zegt dat er nu geen uitnodigingen zijn vanuit het buitenland. Echter wordt de internationale wedstrijd voor chefs, bartenders en pastrychefs, de Taste of the Caribbean, elk jaar georganiseerd. Ze gelooft dat er gewacht wordt op de verbetering van de COVID-19 situatie in de regio, alvorens dit evenement van start kan gaan. Rosita Lieflang zegt dat de Suriname Chef Associatie ready moet zijn om op elk moment in te gaan op een uitnodiging.